Jamie Foxx, buitenzijde Joe Fanatic, zet nog maar een keer de aanval in. En nu is het een hele serieuze. Pakt hem precies in de bocht aan, die Jamie Foxx. Het is natuurlijk allemaal nieuw voor het paard hier, Alkmaar. En het is daar dat Hiltje een driekwart lengte voorsprong heeft, maar nog niet helemaal. En het is een hele enerverende strijd. Jamie Foxx komt zo dadelijk op het rechte stuk en dan kan hij weer terugkomen. En is het Wim Brouwer misschien wel zo dadelijk daarachter die lachende derde kan worden. Want die twee vooraan, die hebben elkaar het wel heel erg zwaar gemaakt met nog één ronde te gaan. En nu is het Joe Fanatic die toch wel de leiding over gaat nemen. Maar dan komt er weer een bocht en Cabo Reis erachter, die zit uit de wind. Jamie Foxx moet Joe Fanatic nu laten gaan. We gaan op weg naar de overkant van de baan en daar neemt hij wat voorsprong en gaat aan de buitenzijde Gabor Reis in de aanval op de tweede plaats van die Jamie Foxx. De overige paarden, die hebben op dit moment een achterstandje opgelopen. Drie paarden die hier strijden en Jamie Foxx zet nog een keer de tanden op elkaar en die loopt zomaar dat gat naar Joe Fanatic weer dicht. We gaan op weg naar de laatste bocht en het is Joe Fanatic die leidt. Tweede plaats erachter voor Jamie Foxx, daarachter Gabor Reis en de overige paarden die strijden voor plek 4, waarbij de beste papieren er zijn voor Lano EV. Paarden komen nu op weg naar die laatste rechte lijn. En het is nog altijd Joe Fanatic. Maar Jamie Foxx gaat het toch heel brutaal nog een keer proberen. Hij komt in het tweede spoor in de aanval. Maar het is aan de binnenzijde Joe Fanatic. En Joe Fanatic leidt nog altijd. Maar daar komt hij. Whisker met één laatste jumpy. Maar die redt het net niet. En het is Joe Fanatic die het wint. Op de tweede plaats dan Jamie Foxx. Derde nog net Cabo Reis, denk ik, voor een verdienstelijke Lano EV. Ja hoor, Joe Fanatic. Hij is terug in de Victory Lane. En het is hier op de Alkmaar Zieturf Arena waar dat gebeurt. 4 jaar een donkerbruine ruin, Muscle Mass uit Balance Fanatic. Gevolgd door Roel Redder in bezit van Stal PD. Het paard wordt getraind door Bas Krebas. En werd vandaag gereden door Hiltje Tjalsma. We krijgen een duim voor de winnende combinatie. We kunnen overgaan tot het huldigen van Joe Fanatic en Hiltje Tjalsma. Ze winnen de Club van 100 prijs en veel leden van de Club van 100 hebben zich hier vandaag weer verzameld op de Alkmaar Zieturf Arena. En uiteraard houden we ook hier bij de huldigingen de 1,5 meter in acht. En Peter Delis is er als eerste bij om Hiltje te bedanken. Ja, afstand houden. Ja, heel gefeliciteerd. Het was toch geen cadeautje? Nou, geen cadeautje. Kijk, ja, ik bedoel het niet verkeerd, maar ik heb alles over. Ik heb de klep omhoog, de proppen nog in. Ik heb hem niet eens aangeraakt. Okay. Dus hij is gewoon heel goed? Ja, hij is heel goed. Ik vond in Groningen de eerste keer uit, liep hij al heel netjes. Was ik 2 met hem. Ja, en de vorige keer op Wolvenga was... Ja, hij heeft denk ik wat koersen nodig voor dat geweld, zeg maar. Nou, dan was dit precies een lekkere koers, denk ik. Ja, ik denk voor het moraal, voor zijn hoofdje, zo een perfecte koers. Absoluut. Hartstikke mooi, heel gefeliciteerd. Hiltje Tjalsma, ze slaat toe met het paard dat we toch allemaal wel een beetje in ons hart dragen. Nog 50 meter. De liefhebbers onderweg. 3 rondes hier op Alkmaar in het midden van de baan. Een goede start voor Gently Boko. Galoppade in de beginfase voor Ivy Fortuna. En die begint daardoor wat op achterstand. Een bocht 5 dik voor de favoriet Joe Fanatic. En de deelnemers gaan door de eerste meters. En het is aan de binnenzijde Peter Whisker met Jamie Foxx die het veld op sleeptouw neemt. Jamie Foxx heeft een lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Lano EV. Marcel Thewes, hij ligt er mooi in zijn eerste rit. Achter deze paarden hebben we dan aan de buitenzijde Gently Boko. Maar Hiltje Tjalsma, 8 de tijd rijp om maar gelijk de knuppel in het hoenderhok te gooien. En zij brengt haar Joe Fanatic nu in de hoogste versnelling. En die komt zo duidelijk tot schuin naast de koploper Jamie Foxx. Dat is wel op papier de gevaarlijkste tegenstander voor Joe Fanatic. En dus zou het op zich nog wel een interessante aangelegenheid kunnen gaan worden. Peter Whisker aan de binnenkant houdt de leiding. Gaat proberen die Joe Fanatic op te vangen. En daarachter volgt dan in derde stelling Lano EV. Zo komen ze weer in de rechte lijn. Straks bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes te gaan. En een furieus duel om de leiding. Maar hij geeft geen krimp, Peter Whisker, de slager uit Zandvoort. En die heeft een halve lengte voor. Aan de buitenzijde dan Joe Fanatic. En achter Joe Fanatic is het ook in het tweede spoor Gently Boko. Geen meter te veel voor Lano EV. En achter Lano EV komt aan de buitenzijde naar voren Gabor Reis. En achter Gabor Reis is er ook alweer aansluiting voor Ivy Fortuna. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Laten de Green Art bocht achter zich en naderen de Boko bocht met aan de binnenzijde Jamie Foxx.
Jamie Foxx, buitenzijde Joe Fanatic, zet nog maar een keer de aanval in. En nu is het een hele serieuze. Pakt hem precies in de bocht aan, die Jamie Foxx. Het is natuurlijk allemaal nieuw voor het paard hier, Alkmaar. En het is daar dat Hiltje een driekwart lengte voorsprong heeft, maar nog niet helemaal. En het is een hele enerverende strijd. Jamie Foxx komt zo dadelijk op het rechte stuk en dan kan hij weer terugkomen. En is het Wim Brouwer misschien wel zo dadelijk daarachter die lachende derde kan worden. Want die twee vooraan, die hebben elkaar het wel heel erg zwaar gemaakt met nog één ronde te gaan. En nu is het Joe Fanatic die toch wel de leiding over gaat nemen. Maar dan komt er weer een bocht en Cabo Reis erachter, die zit uit de wind. Jamie Foxx moet Joe Fanatic nu laten gaan. We gaan op weg naar de overkant van de baan en daar neemt hij wat voorsprong en gaat aan de buitenzijde Gabor Reis in de aanval op de tweede plaats van die Jamie Foxx. De overige paarden die hebben op dit moment een achterstandje opgelopen. Drie paarden die hier strijden en Jamie Foxx zet nog een keer de tanden op elkaar en die loopt zomaar dat gat naar Joe Fanatic weer dicht. We gaan op weg naar de laatste bocht en het is Joe Fanatic die leidt. Tweede plaats erachter voor Jamie Foxx, daarachter Gabor Reis en de overige paarden die strijden voor plek 4 waarbij de beste papieren er zijn voor Lano EV. Paarden komen nu op weg naar die laatste rechte lijn. En het is nog altijd Joe Fanatic. Maar Jamie Foxx gaat het toch heel brutaal nog een keer proberen. Hij komt in het tweede spoor in de aanval. Maar het is aan de binnenzijde Joe Fanatic. En Joe Fanatic leidt nog altijd. Maar daar komt hij. Whisker met één laatste jumpy. Maar die redt het net niet. En het is Joe Fanatic die het wint. Op de tweede plaats dan Jamie Foxx. Derde nog net Cabo Reis denk ik voor een verdienstelijke Lano EV.